jongen. En dat je die klank bij elkaar houdt als het ware van een en de oh, dan krijg je lekker een mooie ruimte. Dat gaat. Voorspelen. Voorspelen. Ja. Want ik heb het niet. Oké. Okay. De partij bedoel je even? Ja, even die had ik in de war van de. Hallo. Oké, 25 met opmaat. Momentje, 25 met opmaat. Luister hier even mee. Er ligt geen tekst bij, maar. We hebben nog ongeveer een idee wat er was gezegd. Ja. 3, 2 en 3. We gaan staan op jullie, ja, maar ik heb twee dingen opmerken. En u begrijpt waar het over gaat. Het is niet Shell. Duikbouwend reset, maar Shell. Shell. Nee, dit is niet Shell. Nee, nee. Het is een beetje A in. Kijk, Shell, dat is de oliemaatschappij, hè? Dus het is land of hope and glory, mother of the free. How shall we extol thee? How shall we extol thee? Ja, en ook and. Wider still and wider. Niet end, maar and. Beetje meer A. Beetje meer A. Ja. Maar het klinkt wel heel lekker, jongens, hoor. Het klinkt wel heel lekker. Ja. En die ene My Chariot, hè, bij het Alagando, die bij je omhoog gaat. Degene die dat hebben, doe maar. Degene die het niet hebben, vooral octaveren. Want ik heb geen zin om daar uit de voegen te knallen. Maar laten we even Tantibus Pedibus, wel het mens. Die gaat altijd zeggen. Ja, best. Hartstikke leuk. Ja, het klinkt goed. Was dat meisjongen? Nee, ik was net meisjongen. Doe maar net. Nee. Mijn stem is een beetje leeg. We hebben het roken. Doe maar net, Willem. Ik vind het heel leuk. Doe maar net. Is het leuk, het koor? Dit vind ik leuk, het koor. Ja. Maar ik moet er zelf net bij jongen, Willem. Dus dat hoest me net wat te vregen. Maar jij het mooi. Ja, dat meen ik. Ja, het is gezellig. Ja, alles zit mooi kleur. In de ballen, beleggen bij. Dus ze kunnen haast lekker eten. Dus, dikke prima. Wat een beetje, dirigent. Jawel, ja hoor. Hard werken. Dat zei je al, hè? Nou, heel gemiddeleerde groep, denk ik. Ja, heel gemiddeleerd, ja. Allerlei mensen. Maar er was ook geen instroom eis of zo. Iedereen mocht gewoon meedoen. Gaan we zitten en hoppakee. Dus, voor mij wel een dikke los aan. Thank you.
Ja, prima. Nou, het zoekt je wel heel dreig met al die gedienen. Dat is goed. Mm-hmm. Ja, straks op het Aldehoofdse kerkhof, dan hebben we de romte. Ja, dat komt heel ja. Ja. Dat is beter. En Wende komt er mee, dat is echt zo. Ja, dan gaan we daar heen. Ja. Zitten we wel eerst en dan gaan we daar heen. Prima. Het heel goed. Het is heel mooi. Dat noemen lijkt je het best. Goh, wat lijkt me het best. Nou, dat laatste noemen we vanzelf. Land of Hope and Glory. Land of Hope and Glory. Heel mooi om daarmee te eindigen. En verder het Halleluja van Handel. Heel mooi. Ja, heel bedankt. We beginnen om 2:00 en dat staat... Ja, dat wordt er in de studio. Oh. Altijd mens ben je. Best wel te ver. Dat is te ver. Dat heb ik geen zin in. Wat een beetje dames. Heerlijk. Ja, zeker. Prima. Ja, alleen dit is erg onbekend voor mij, een aantal dingen. Dus ik moet flink studeren van de week. Ja, dat wat nog wat. Ja, laten we wel even erop sturen. Ja. Maar dat is van die dingen die ik heb. Ja, oh ja. Wat vertel je dus van ons? Ik troost mijn dochter. Ze had een roeiwedstrijd, maar er waren allemaal blessures, dus ze zijn klaar, ze kunnen niet verder. Dus ik stuur haar een troost-appje. Vind je het leuk zo? Super. Ja, hartstikke mooi. Superleuk. Hartelijk dank en tot volgende week. Bakje hoor. Lekker man. Wat, Mitchie? Ja, dit is Liedjaren. Nou wel. Er zitten moeilijke stukken bij, of niet? Ja, er zitten hele moeilijke stukken bij. Maar ja, dat is ook wel een uitdaging dan. Dus dat had ik net te gauw op, ja, zeg maar. Dit is weer een mooie happening. Ja, wat zeker een mooie happening. Ja, ja, ja. Daar geef je voor. Daar geef je voor. Thank you. Tja. Wel een beetje? Ja, het wel een beetje, man. Hartstikke leuk. Ja, 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 zeker. Hartstikke leuk. We denken van, we kicken hier even rond. Het is wel prachtig. Ja, maar ik vind het zo leuk om mij te doen. Ja, geweldig. Er wordt nog wat op City Palms. Ja, ja, zeker. Ik heb er helemaal zin in. Ja, man, toppie. Ja, echt. Ja, hartstikke leuk. Volgende week vrijdag... dan worden jullie verwacht, maar ik zet het ook nog wel eventjes op de mail.
om 5:30, dan is de voorrepetitie op het podium. Misschien voor het podium, moet even kijken hoe dat past. Want het Noord-Nederlands Orkest, dat zit daar natuurlijk ook. En de stoelen staan dan daar al opgesteld. Geert-Jan van Beieren die had het over ongeveer 3 kwartier voorrepetitie. Ik ben je eeuwig dankbaar. En ik moet zeggen, ik ben echt zeer blij om jullie allemaal te zien zitten. Het is werkelijk ongelooflijk. We waren zo blij met hoe snel het koor geformeerd werd. Dat was ja, ongekend. Dus ik denk dat we volgend jaar maar gaan voor 1000 mensen gewoon op dat podium. Ja, ik heb een aantal vragen aan jullie. Maar het eerste wat ik zou willen doen is toch even nog een applausje voor Luc Dijkhuis. Die van tot nu toe... Een verhaaltje. Ik verheug me enorm op de openingsavond. Ik zie jullie allemaal dan. En dan wil ik jullie nu vragen een applaus voor Geert-Jan van Beieren. Nou, dat schept verwachtingen. Ja. Nou, ik ben ontzettend blij hier te zijn. Wat een mensen zeg. Wordt er bijna zenuwachtig van. Ik heb altijd veel in Friesland gewerkt, de laatste jaren iets minder, maar nou, volgens mij komt het weer helemaal goed. Ik ben heel benieuwd wat er gaat klinken en we gaan eerst maar eens even gewoon lekker aan de slag en dan oriënteer ik me een beetje. Zullen we eens even gaan staan en gelijk met de voorreep beginnen? We zijn te snel te royaal. Dus probeer vanaf 68 niet eerder crescendo te maken dan dat er staat. En dat 72 echt dat de som is van het crescendo wat u daarvoor heeft opgebouwd. Wat u doet. A ta gloire immortelle. Ja, maar zorg dat het logisch is. En dat crescendo loopt door. Ik bedoel, ta gloire immortelle. In plaats van ja, dus blijf crescendo maken, maar doseer dat met een S. Hè? Goed, heel goed. Ja. Ja, en dan.
mannen qua articulatie. Kita, kita, no, wam, am, param, param, am. Kita, kita, no, kita. 1, 2, 3.
It'll happen.